meedoen? Deze kun je lekker in een hotelkamer of thuis in je slaapkamer doen. Op het randje van het bed beginnen we. En op één been kom je omhoog. Hop! Gooi je heupen naar voren als je boven komt en span je billen goed aan. Doe dit 10 keer aan de ene kant en 10 keer aan de andere kant. Oké, dan gaan we opdrukken. Probeer dit ongeveer 10 tot 15 keer te doen. Beter 10 goede keren als 15 niet zo goede. Dus gewoon focussen op dat de uitvoering goed is. Dat je goed spanning houdt op het hele lichaam. En dan is 10 keer ook goed. Mocht het vaker lukken, mooi meegenomen. Dan ga je langs de rand van het bed dippen naar beneden. En je drukt jezelf weer terug omhoog. Hoe verder je je voeten zet, hoe zwaarder het wordt. Maar probeer in ieder geval 10 keer een goede herhaling te maken. Vind je het makkelijk? Dan raad ik je aan tussen de 15 en de 20 herhalingen te doen. Dan ga je met je rug op het bed liggen en duw je heupen helemaal omhoog. Span je billen goed aan als je je heupen hoog hebt. Doe dit 20 keer. Mocht je hem iets zwaarder willen maken, dan kun je hem ook variëren door één been omhoog te doen of op je knie te leggen. En dan dus met één been jezelf op te duwen. Dan ga je weer staan en leg je één been achter je op het bed. En je maakt een lunge naar beneden. Let hierbij goed op dat je knie niet te ver voor je voet komt. En duw jezelf weer omhoog. 10 keer per kant is genoeg, want dit is best een pittige. Liggen, til je voeten een beetje op, hou spanning op je benen en ga je benen over elkaar doen als een schaar. Doe dit 10 keer. Je mag eventueel ook een beetje op je handen liggen. Hou wel spanning op je hele lichaam en hou hem op het einde nog heel even vast als dat je lukt. Voor mooie billen mogen de donkey kicks natuurlijk nooit ontbreken en hier heb je vast ook wel plek voor in de hotelkamer of ergens anders. Op je handen en knieën en je been naar achter doen. Doe dit ongeveer 20 keer per kant als je kan. Liever nog meer, want je moet hem wel echt voelen branden. Eventueel kun je hem ook nog met gestrekte been omhoog doen. Kijk even wat het beste voelt voor jou. Je beginpositie is in de gewone plank en dan kom je op je elleboog aan de zijkant omhoog en je strekt je arm uit omhoog. Deze is ietsjes versneld, in het echt gaat wat langzamer, dus gewoon rustig aan. Probeer hem in totaal 20 keer te doen, dus dat je 10 keer aan de ene kant omhoog komt in totaal en 10 keer aan de andere kant omhoog. Bij deze oefening begin je op je handen en voeten, billen helemaal omhoog in een soort downward facing dog. En dan strek je je been helemaal naar achter en breng je hem terug naar je elleboog. Ik vind dit zelf echt een heerlijke oefening. Misschien vind jij hem ook lekker. Ik zou hem ongeveer 10 keer per kant doen om te kijken hoe het voelt. En dan kun je altijd nog uitbouwen naar meerdere keren. Herhaal deze oefeningen 3 keer allemaal achter elkaar voor een goede workout. Dankjewel voor het kijken. Geef een duimpje als je de video leuk vond. En natuurlijk vergeet je niet te abonneren zodat ik jou kan blijven motiveren. Doei doei!
Goodbye.